Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 22 van de Eredivisie, of 23, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, er is wat gebeurd in de Eredivisie en in de KNVB-beker. Dus laten we vooral eerst even naar de KNVB-beker gaan kijken. Excelsior Vitesse, een wedstrijd die wel doorging, werd 0-1. NEC VVV is helaas afgelast. Ajax moest thuis tegen PSV en die wonnen ze met 2-1. En Heerenveen tegen Feyenoord was ook afgelast. Het was speelronde 22, ik had toch gelijk. RKC ontving FC Emmen en dat werd 1-0. Emmen is kansloos op dit moment. Dat gaat niet meer goed komen. ADO tegen PSV werd 2-2 verrassend. Groningen won met 1-0 thuis van PEC Zwolle. Sparta tegen Fortuna werd 1-2. Heracles Ajax werd 0-2. AZ won met 3-1 van Heerenveen. FC Utrecht won met 3-1 van VVV. Feyenoord heeft maar liefst met 5-0 gewonnen van Willem II. En Vitesse FC Twente werd ook best verrassend 0-2. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Er zijn dus nog een paar wedstrijden die vorige speelronde niet doorgingen. Maar liefst 4 wedstrijden. Dus 8 clubs die nog een wedstrijd te goed hebben. Maar Ajax staat bovenaan met 53 punten. PSV staat tweede met 47 punten. Dan komt AZ met 43 punten. Vitesse staat vierde met 42 punten. Dan hebben we Feyenoord met 41 punten. FC Groningen staat zesde met 37 punten. Dan komt FC Twente met 33 punten. FC Utrecht staat 8e met 31 punten. Dan komt Heerenveen met 29 punten. Fortuna en Heracles hebben allebei 28 punten. Dan komen Sparta en PEC met 23 punten. VVV staat 14e met 22 punten. Dan hebben we RKC met 19 punten. Willem II staat 16e met 13 punten. Ook ADO heeft 13 punten. En onderaan staat FC Emmen met 6 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Mikey is weekwinnaar geworden. En niet alleen weekwinnaar, maar hij heeft ook de koppositie weer afgepakt van Luc. Hij staat nu weer eerste met 183 punten. Dan komt Luc met 182 punten. Nak staat derde met 173 punten. Dan komt Dilano met 172. Novio Magum staat vijfde met 167 punten. Jesper staat zesde met 166 punten. Dan komt Jarno met 161 punten. Tijn staat achtste met 158 punten. En de rest is weer te vinden in de beschrijving, zoals altijd. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen. In ieder geval de KNVB-bekerwedstrijden die de vorige week niet doorgingen. Namelijk NEC tegen VVV en Heerenveen tegen Feyenoord. En de twee Europese wedstrijden voor PSV en Ajax. Namelijk Olympiakos tegen PSV en Lille ontvangt Ajax. En dan zijn dit de wedstrijden voor speelronde 23. Willem II ontvangt in Tilburg FC Utrecht. FC Emmen moet tegen PEC Zwolle. VVV moet in de Kuil tegen AZ. Fortuna moet in Sittard tegen ADO Den Haag. FC Twente moet tegen Feyenoord. RKC ontvangt Heracles. Heerenveen moet thuis tegen FC Groningen. PSV ontvangt in het Philips Stadion Vitesse. En Ajax moet thuis tegen Sparta. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.